En nog een klein dingetje. Donderdag, ik begreep dat de spelersbus kapot was. Dat ze allemaal in de auto van Dick midden op de Tribune Noord. Ja. Ja? Op weg naar het stadion. Ze gingen niet door de stad, maar ze gingen over de ring. En op de Van Binnen Noord gingen ze over de vluchtstrook. En toen lag daar iets. En die band die klapte. En toen hebben ze allemaal de auto ze hebben een hele goede chauffeur. Dus die kon hem nog net goed krijgen en die bus in bedwang houden. En toen is er heel snel een andere bus gekomen. Ik heb nog aan Dick gevraagd of hij dan heeft gereden inderdaad. Met zijn auto. Ja. Maar dat is niet waar, dat verhaal. Nee, dat is niet zo, nee. Dus wel die pech dat was wel makkelijk in die auto van Dick. Ja. Nee, want dat verhaal ging dat Dick daarna al die spelers alsnog naar het stadion heeft gebracht in zijn auto. Maar dat is dus weer niet waar. Het zou kunnen, het zou passen. Ja. Die is echt groot, hè, begrijp je? Hij is echt heel groot. Ja. Maar dat mag je niet zeggen van hem, want dan, hij rijdt een hele normale BMW. En ik sprak hem gisteren daar nog eventjes over. Toen zei hij van, ja, je zit daar te veel en die gasten rijden zelf in de grootste Volvo's. Bij deze dan. Hij rijdt een hele normale VVV. Een hele normale BMW. Dat is de grootste die er te komen. Hij betaalt alleen €400 wegenbelasting per maand. Ja, er zijn ook chauffeurs die rijden daarmee naar Italië. Met paarden achterin. Ja. Dan gaan we even kijken naar de mede-koploper. Dat is Vitesse. En jij hebt dat altijd. En Dick ook tax-free in de auto, denk jij? Tax-free. Dick gaat ook met zo'n wagentje langs. Als je meerijdt, kun je wat kopen. Heeft hij ook stewardess aan boord? Nee, hij heeft geen rokje aan. Nee. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.